goedenavond, een nieuwe aflevering van Topnames. En ja, jullie zullen wel denken, wat zit hij daar alleen? Waar is Erwin Blom? Die zit in Engeland. Hij is ooit begonnen als muzikant, zoals jullie weten. Iedereen die hem op de social media volgt, weet dat Erwin altijd met muziek bezig is. En dan weet je ook dat zijn dochter Pip Blom op punt staat van doorbreken. En deze week maar liefst 3 optredens heeft in Engeland. En Erwin, ooit gevierd gitarist en zanger, nu als roadie mee met zijn dochter naar Engeland. Mocht je daar in de buurt zijn, ze speelt vanavond, even kijken, morgenavond in Liverpool in de Maguire Pizza Bar. En donderdag in Londen in de New Cross Inn. Waarvan akte? Wij zijn op een nieuwe locatie, Freedom Lab, recht tegenover Artis. Zijn we hartstikke blij mee, voor wie vorige week langs is geweest bij ons 5-jarig bestaan. We hebben er een mooi feestje toen al van gemaakt en we gaan in ieder geval het komende jaar hier vandaan uitzenden. Mocht je in de buurt zijn, laat het even weten. Kom langs, je bent altijd welkom. We hebben een bijzondere uitzending vanavond. We hebben namelijk 2 professoren. Dus mij past als niet gepromoveerd doctorandus vanavond enige bescheidenheid. En we beginnen met professor dokter ingenieur Maarten Steinboeg. En de eerste vraag die we hier altijd stellen is van... wie ben je en wat doe je? Ja, ik ben Maarten Steinboeg, ik ben een werktuigbouwer. Dus ik vind het leuk om te bouwen aan tuig dat werkt. En ik werk bij de TU Eindhoven sinds 16 jaar. En daarvoor heb ik bij Philips gewerkt. Bij Philips en ASML? Vanuit Philips heb ik voor ASML gewerkt. En ja. Met mijn groep werk ik ook nu samen met ASML aan de allermooiste high-tech machines. Oké, nog steeds. Dus de relatie is gebleven tussen de universiteit. Absoluut. Okay. Ja. Wat zijn de specifieke dingen waar je aan werkt? Ik werk eigenlijk met mijn groep aan alle dingen, zou je kunnen zeggen, die bewegen. Ik vind het leuk als dingen bewegen. Dan moet je denken aan robots en auto's. En we hebben ook een stukje van de groep die werkt aan kernfusie. Dus je zou kunnen zeggen dat we eigenlijk aan high-tech systemen werken... tot en met energiesystemen en met de auto daar een beetje tussenin als de nieuwe iPad op wielen, zou je kunnen zeggen. Nou, waarom is die auto zo interessant? Is dat een persoonlijke afwijking? Ben je gek van auto's? Vroeger als jongetje, daar verzamelde ik nog wel folders van auto's toen ik 11 of 12 was, kan ik me nog herinneren. Maar daarna eigenlijk heel lang niks aan autotechniek gedaan. Maar sinds ik terug ben op de universiteit had ik een stukje in mijn groep die werkte aan de oude... DAF Variomatic, dus het slimme bandje van DAF, mm-hmm. De versnellingsbak, pintere pookje, waarmee dus de DAF 33 traploos. Traploos net zo hard achteruit kon rijden als vooruit, hè, voor degene die dat nog weten. En dat stukje was eigenlijk bij mij in de groep de start van een hele automotive research lijn, onderzoekslijn. En het interessante is dat tegenwoordig 1 op de 12 auto's die wereldwijd verkocht worden, die hebben een duwbandje. Een duwband, een continu variabele transmissie, uit Nederland, die gemaakt wordt in Tilburg door tegenwoordig Bosch Transmissions. En daarvoor was dat Van Doornens Transmissie. Dus 1 op de 12 auto's, ongeveer 7 miljoen auto's per jaar die wereldwijd verkocht worden, die hebben dat oude idee van DAF in zich. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. En zo zijn er parels in Nederland op het gebied van automotive. Noem er nog eens een paar. NXP. NXP, het oude Philips halfgeleider, dat is de nummer 1 leverancier van elektronica voor in auto's. Voor veiligheid van chips, voor nieuwe radarsystemen, voor slimme sleutels, voor elektronische besturing. NXP is dus een hele grote leverancier. Ik geloof dat gemiddeld gezien in elke auto ongeveer 10 slimme IC's zitten van NXP, wereldwijd. Ja. Dus ook niet zo bekend eigenlijk, hè? Ja, je kent ze natuurlijk wel. Minder bekend bij het grote publiek. En we hebben natuurlijk DAF. DAF als fabrikant van trucks. Nummer 2 of nummer 3 in Europa, dat wisselt een beetje. Maar een groot bedrijf met volgens mij ruim 5000 mensen die daar werken. En er rollen daar elke paar minuten rolt er daar een vrachtwagen van de band in Eindhoven. Dus daar zijn we ook ontzettend trots op dat we die ook hebben. Ja, voordat we heel concreet gaan kijken wat voor innovaties daar uitkomen. Je bent begonnen bij Philips in het bedrijfsleven. Waarom stap je op een gegeven moment dan over naar de wetenschap? Want ik zou denken, de wetenschap heeft natuurlijk toch een beetje een imago van lange termijn problemen te willen oplossen. En een hoog studeerkamergehalte. Ja. Terwijl, wat ik zo hoor van jou, zijn het allemaal hele praktische dingen. Nou ja, ik ben natuurlijk begonnen bij een technische universiteit. Ik ben gepromoveerd in de windenergie. Ik was ontzettend gemotiveerd in de 80 jaren om windenergie een stap verder te brengen.
Dat heb ik erg leuk gevonden. En toen heb ik besloten om naar Philips te gaan, omdat eigenlijk de opdracht die er lag was om die slimme besturingstechnologie, systeem en regeltechniek, om dat binnen Philips op een hoger niveau te brengen. Ik heb daar een enorme mooie tijd gehad. Philips Nat Lab werkte ik, de researchpoot van Philips. Een hele bijzondere tijd. He, dus als je met een 9 afstudeert, dan denk je dat je slim bent. Maar als je dan op het Nat Lab komt, tussen allemaal jongens en meisjes die 9's hebben gehaald, of nog hoger, ja, dan voel je weer... Dan ben je weer gemiddeld. Dan ben je weer gemiddeld. En dat is enorm goed voor je eigen ontwikkeling. Ik heb daar echt een prachtige tijd gehad. En ik denk dat de Nat Lab directie ook heel goed snapte hoe je eigenlijk onderzoek echt kan stimuleren. Hoe je het beste in mensen naar boven kan halen. Eigenlijk door ze te beschermen van alle administratieve rompslomp en gewoon de vrijheid te geven, maar wel de richting dat je iets moet bijdragen voor het bedrijfsleven. Nou, ik heb 10 jaar Nat Lab gedaan en daarna 2 jaar een soort ingenieursbureau. Ben ik groepsleider geweest. Dat vond ik erg leuk om 20 ingenieurs zeg maar aan te sturen. Maar ik had toch minder vrijheid als dat ik wilde hebben. En toen kwam er een positie als hoogleraar vrij in Eindhoven bij werktuigbouwkunde. En ik vind onderwijs ook ontzettend leuk. En dat, ja, met name die onderwijspoot en die vrijheid, dat zijn dingen die niet zo makkelijk in het bedrijfsleven gaan. Dus toen ben ik overgestapt naar TU Eindhoven. En daar heb ik een ontzettend leuke groep gebouwd in die 15 jaar. Met allemaal nieuwe leuke dingen. Daar komen we straks vast nog wel verder op. Ja, het gaat heel erg, want veel van wat jullie doen gaat over precisie. Robot. Ja. Het is mechanica, het is hele gecontroleerde... En besturing. Besturing en bewegingen. Ja. Ja. Noem eens een paar voorbeelden van toepassingen. Waar ik zelf het meest trots op ben nu. Ik onderbreek nog heel even, want kijkers thuis. Ik ben in mijn eentje, Erwin Blom is er niet. Help me, stel je vragen via Twitter met hashtag FMT en dan leg ik ze voor aan Maarten Staankop. Ja. Iets waar ik nu heel trots op ben, dat is onze oogchirurgie-robot. Dus wij hebben een apparaat ontwikkeld, eigenlijk een soort pen die de oogchirurg vasthoudt. En de bewegingen van die pen die worden eigenlijk gekopieerd in een mechanisme. En dat mechanisme heeft de naald vast en daarmee kan je in een oog prikken. En als dus de chirurg die pen beweegt, dan beweegt dus die robot in je oog. Maar wat is nou handig? Dat je de eventuele trillingen van die chirurg met zijn hand, die kan je wegfilteren. Ja. Waardoor die naald in je oog eigenlijk veel preciezer wordt. Sterker nog, je kan de beweging van die dokter kan je verkleinen, waardoor die nog preciezer wordt. Dus wij kunnen in het oog 10 keer zo nauwkeurig opereren als dat een oogchirurg dat met de hand kan. En wat ik met name waar ik heel erg trots op ben, we zijn 10 jaar geleden met dat onderzoek begonnen. 6 jaar geleden hebben we onze start-up gedefinieerd. Er werken nu 6 mensen in. Ik las iets over, je noemde het een spin-out toen, Precise. Precise. Oké. Precieze ogen. Ja. En 2 weken geleden is er dus op de BBC uitgezonden dat de allereerste operatie is uitgevoerd en gelukt op een mens. En dat is een hele mooie uitzending geworden van de BBC op het vrijdagnieuws van 6 uur en 10 uur 's avonds. Waarbij een meneer eigenlijk normaal echt blind was aan 1 oog. Hij zag eigenlijk op de bladzijde, als hij wilde lezen, zag hij 1 groot zwart stuk. En met onze robot is dat vliesje wat op dat netvlies, dat zichtbelemmerde, is er heel voorzichtig afgepeld door die robot. En dan kan hij weer lezen. Ja, en dus dat vond ik echt heel mooi. De technologie die je gebruikt eigenlijk om chirurgen te ondersteunen, want dat is wat het is. Hè? Het zijn geen autonome, nee. Het zijn ondersteunende. Ja, dus wij maken eigenlijk, zou je kunnen zeggen, super chirurgen. Ja. Nou, zo hebben we een tweede start-up. Nou, voordat je verder gaat, wat ik interessant vind, en dan kunnen we die volgende start-up beter in perspectief plaatsen. Wat ik ook interessant vind aan wat je zegt, is we hebben een start-up. Is dat dan een start-up die je daadwerkelijk buiten de universiteit zet als commerciële start-up? Jazeker. Okay. Dus je begint met onderzoek. We zijn begonnen met 2 promovendi te hebben, die dus 4 jaar lang onderzoek hebben gedaan. En eigenlijk dat apparaat hebben ontworpen en getest. En op het moment dat die dan klaar is, dan kunnen zij hun proefschrift verdedigen, zoals het heet. Dan krijgen ze de dokterstitel. Maar dan is de vraag, wat gaan we nu doen? Ja. En dan zou je kunnen zeggen, nou, als er een bedrijf is die dat leuk vindt, kunnen ze dat dan van ons overnemen. Maar als er niet zo'n bedrijf is, dan moet je dus zelf besluiten om daarmee verder te gaan. En zelf, dat is dan te zwaar gezegd, want ik heb gewoon mijn taak op de universiteit. Maar dan zoek je dus naar anderen, naar partners die dat verder dragen. En de promovendi, een van de promovendi is daar ingebleven. In Precise. Okay. En we hebben een aantal andere. En hoe werkt dat dan? Houdt de universiteit er dan een aandeel in? Of ja, nog wel. Dus de universiteit heeft natuurlijk geïnvesteerd in die werkzaamheden. Dus de universiteit krijgt een deel van het percentage van zo'n BV.
Maar de universiteit zit er niet om aandelen te hebben. De universiteit wil alleen maar zorgen dat, zo'n bedrijf geholpen wordt. En als er dus in de volgende fases externe financiers bijkomen om te zorgen dat je naar de volgende fase kan gaan, ja, dan zal de universiteit op een gegeven moment betaald worden voor zijn aandelen en dan geld terugvloeien. En het interessante is dat, mijn groep dan een deel van dat geld krijgt, waardoor ik weer zo'n nieuwe activiteit kan starten. Ja, Johan Schaap vraagt op Twitter, is dat onderzoek start-up model uniek in Nederland of zie je dat vaker? Nee hoor, gelukkig zien we dat, op heel veel plaatsen. Want, dus heel veel kennisinstellingen, zoals universiteiten als hbo-instellingen, maar ook wel mbo. Die hebben natuurlijk heel veel jonge mensen met ontzettende leuke ideeën. Dus er is gelukkig nu in Nederland eindelijk een start-up cultuur ontstaan. Waarbij er veel meer vanuit universiteiten en hogescholen geholpen wordt om die jonge mensen een duwtje te geven om met hun leuke idee naar de markt te gaan. Ik denk dat dat ook een van de, taken is, behalve onderwijs en onderzoek, om ook echt, we noemen dat dan valorisatie, maar echt naar de markt toe, echt de maatschappij een stap verder te helpen. Ja. Ja. Ik onderbrak je net, want je wilde een volgend voorbeeld geven. Ja, dus de Oogsirurgie is onze eerste echte start-up op dit gebied. En de tweede is MicroShore. En MicroShore is eigenlijk een, robotsysteem, ook weer met een, chirurg die een, hendel vast heeft en met een robot die een preciezere beweging maakt. Maar nu niet voor in het oog, ook niet voor in je lijf, maar voor op je lijf. Bijvoorbeeld bij vrouwen die een geamputeerde borst hebben, waar je dan borstreconstructie wil doen. Dus dan halen ze een stukje weefsel van de buik, stoppen ze dan daaronder, maar dat is natuurlijk levend weefsel, dus je moet dan de bloedvaten aan elkaar maken. En dan moeten ze eigenlijk twee vaten aan elkaar maken. Ja. En die vaten zijn net zo dik, zeg maar, als een, spaghetti slangetje. En dan moeten ze rondom, 6 tot 8 hechtingen maken, om die twee eindjes aan elkaar te maken. Ja. En daar zijn ze ongeveer 2,5 uur mee bezig. En dat is natuurlijk heel erg priegelwerk. Dus alleen maar de allerbeste microchirurgen kunnen dat doen. Ja. Er zijn daardoor wachtlijsten. En de microchirurgen die krijgen pijn in hun nek. Die hebben na jaren hard werken. En dan een microscoop kijken, hebben ze gewoon last van hun nek. Ja. En microchirurgen uit Maastricht hebben ons gevraagd om dus een robot te ontwikkelen. Waarmee zij hun werk beter zou kunnen doen. Dat hebben we gedaan. De MicroShore robot. Dat staat nou ook op eigen benen en we zijn dus nu bezig om het eerste prototype wat voor mensen geschikt is om ook echt dat te gaan leveren. En dat wordt begin volgend jaar aan Maastricht Universiteit geleverd. Wanneer is het zover dat we zien dat robots autonoom dit soort operaties kunnen doen? Ja, er is een derde project. Dat zit nog in de vroegere fase. Ja. Dat is een promovendus die nu in zijn derde jaar zit en hij gaat nu in zijn vierde jaar, gaat hem nu echt bouwen. Dat wordt de allereerste robot die autonoom gaat werken. En wat is dat voor robot? Dat is eigenlijk een robot voor als je kanker hebt in je hoofd, dat die bot kan wegfrezen. En nu zit dus een chirurg, die doet dat met een freesje en die is 6 uur lang aan het frezen in je hoofd zo. En die mag natuurlijk geen één zenuw raken, want dan raak je verlamd. Dus die maakt CT-beelden en dan gaat hij frezen en dan kijkt hij weer en dan weer een beeld en dan weer frezen. Dat duurt heel lang. Wat wij nou doen is een robot ontwikkelen die eigenlijk waar je die frees in kan stoppen. En je geeft die robot de CT-beelden. Je legt het hoofd vast, de robot eraan vast. Je geeft hem de CT-beelden en dan kan de robot zelf naar binnen gaan. Ja. En dat wordt dus de eerste echte autonome robot waarbij de arts nog steeds in de buurt staat om natuurlijk in te grijpen mocht er iets verkeerd. Dit gaat heel erg over fijnmechanica en de control en de regelgeving daarvan. Of de regeling daarvan, dat is natuurlijk allemaal software. Ja, klopt. Ja. Je bent ook betrokken bij Singularity. Ja. Daarbij is convergentie natuurlijk ook heel belangrijk. Welke andere technologieën gebruiken jullie in jullie vakgroep? Nou, nanotechnologie of artificial intelligence, weet je, al de buzzwords. Komt dat daar ook bij elkaar? Ja, zeker. Dus een andere activiteit in onze groep, in mijn groep, dat zijn de voetballende robots. Dus die ken je misschien wel van de televisie. Die zijn ongeveer zo hoog en die spelen met een echte normale voetbal. Dat is eigenlijk 5 tegen 5, helemaal autonoom. Dus die robots die voetballen zelf. Waar we mee bezig zijn is inderdaad artificial intelligence, om eigenlijk te leren wat de tegenstander doet. Want als je als mens voetbalt, heb je heel snel in de gaten of de tegenstander elke keer op dezelfde manier een uitbal neemt. Ja. De robots zijn nu nog zo dom dat ze dat eigenlijk wel zien, maar nog niet snappen. Ja. En waar wij mee bezig zijn is om lerende algoritmes te maken, dat die robots heel snel van elkaar leren en dat ze dan hun gedrag kunnen aanpassen. En die kennis gebruiken wij nu ook voor onze werkzaamheden op het gebied van autonoom rijden.
Ja. Want een auto die autonoom gaat rijden, ja, dat zal ik me nog wel afvragen. Want je zei het aan het begin van automotive en dit soort medische robotica. Ja. Wat is daar nou eigenlijk de overeenkomst tussen? Ja. Want je maakt zelf een bruggetje al. Nou ja, dus waar het om gaat is dat dingen bewegen en intelligent worden. Dus we werken ook voor ASML. En ASML maakt van die hele precieze machines in de chipindustrie. We werken ook met FEI samen, die maken elektronenmicroscopen. We werken ook met OC Canon samen uit Venlo, die maken printers. Ja. Al die systemen bewegen en die moeten alsmaar nauwkeuriger bewegen. Nou, daar, dat is precies ons vakgebied. Hoe kan je precies meten waar iets is en dan die meting gebruiken om het nog preciezer te kunnen En dan is automotive voor jullie, neem ik aan, alleen maar interessant waar het gaat over het autonoom rijden. Ja, niet helemaal. Want de rest is natuurlijk op zichzelf recht toe, recht aan. Niet helemaal, want als je tegenwoordig een auto koopt, dan zit er heel veel elektronica in. Die zorgt dat die auto het ook goed blijft doen. Een voorbeeld uit de truckwereld bijvoorbeeld is dat wij met DAF en TNO in Helmond op de Automotive Campus samenwerken om vrachtwagens te maken met nog veel schonere uitlaat die minder diesel verbruiken. Dus die motor, daar zit ook allemaal bewegende delen in. Daar kan je heel veel aan meten, temperaturen, luchtinlaat, zuurstofhoeveelheden. En die kan je allemaal gebruiken in intelligente terugkoppelmechanismen om dus die motor nog beter te regelen en te beheersen. Nou, dat stuk vakgebied zit ook in mijn vakgroep en is dus dat stukje ook van automotive. Ja, wat fascineert jullie binnen de groep zo aan die automotive? Ik zei net al van, weet je, we hebben het allemaal over Tesla. Ja. Volgens mij ben je net in je Tesla hierheen komen rijden. Hij staat hiervoor, Welk model? X? De Model S. Nee, dus Je loopt achter. Ik loop achter. Ja. Maar gelukkig loop ik al 3 jaar achter. En 3 jaar geleden liep ik voor. Dus ik heb al 114.000 kilometer gereden nou. En dat is echt een geweldige ervaring. Maar gaat het dan bij jou om het elektrisch rijden? Ja. Of om het autopilot, nee, de ontwikkelingen richting... Die heb ik niet. Dat is ook leuk, maar mijn Tesla... Maar wat is er dan zo bijzonder aan dat elektrisch rijden? Nou ja, ga zelf maar eens in een elektrisch auto rijden. Ik heb het al gedaan. Je wil nooit meer terug. Als je eenmaal die ervaring hebt, dat je elektrisch kan rijden, dat het geluidloos is, reukloos, geen transmissie, geen hikjes als je versnelt. Het is zo gemakkelijk. Die auto is zo gericht op de gebruiker. Als ik aankom lopen, gaat die automatisch open. Als ik ga zitten en ik doe mijn voet op het rempedaal... Dat zou Renault ook erin kunnen bouwen. Komt allemaal. Alle merken gaan dit doen. Alle merken gaan... Dus de komende 5 jaar is de uitspraak van Mary Barra, de baas van General Motors in Amerika. Zij heeft gezegd, de komende 5 jaar verandert er meer dan de afgelopen 50 jaar in de automotive wereld. De komende 5 jaar verandert er meer. En ik denk dat dat een heel interessante tijd wordt. Ja, het is natuurlijk een klassieke disruptor die hier de markt op is gekomen, die de gebruiker voorop heeft gesteld. En heeft gezegd van nou, we gaan eens kijken wat de gebruiker leuk zou vinden aan een auto. Maar alle automotorfabrikanten zijn bezig met autonoom rijden. Ze zijn inmiddels ook allemaal bezig met elektrisch rijden. Dus de komende 5 jaar gaat er zoveel veranderen. Heel interessante tijd. Erg leuk. Ja, en dat autonoom rijden, hè, is dat binnen afzienbare tijd opgelost? Het zou best kunnen. Je ziet natuurlijk dat het werkt behoorlijk. Het zou best kunnen. Maar we wachten natuurlijk allemaal op dat moment. Want vorige week hadden we Vincent Evers aan tafel. Ja, ja. Ja, die had zijn Model X even meegenomen. Ja, hij heeft wel een Model X gekocht. Ja, we zijn het er natuurlijk eigenlijk over eens dat de grote problemen in de automotive, dan bedoel ik eigenlijk de problemen die auto's veroorzaken, worden natuurlijk pas opgelost als die dingen autonoom kunnen rijden. Ja. Dan opeens hebben we nog maar 20% van het aantal auto's nodig wat nu hier overal op straat zit. Ja, maar we besparen met name 1200 doden per jaar. Hè? Of hoeveel zijn er? 1,2 miljoen wereldwijd geloof ik. Ja. Enorm veel. Ja. Stel je eens voor een wereld waarin technologie zo ver is vooruit gegaan dat een auto zo goed werkt als technisch systeem dat het eigenlijk verboden is dat mensen nog mogen rijden. Ja. Dat kan je je voorstellen. Heel goed. Nou, wanneer zal dat punt zijn dat het eigenlijk raar is dat je naar een circuit moet om zelf te mogen rijden? Ik denk dat het zou mij niks verbazen als dat sneller is dan bijvoorbeeld 30 jaar. Dus neem even 30 jaar. Dat is 1 generatie. Dus als onze kinderen hier zitten te praten, in dit prachtige mooie Amsterdamse pand, 1 generatie, onze kinderen zitten hier, dan zouden ze in een tijd kunnen leven dat hun kinderen geen rijbewijs meer mogen halen, of kunnen halen, en dat zij zelf niet meer gewoon mogen rijden. Ik sluit dat niet uit. En dat is een gekke wereld. Dat is een gekke transitie, de komende 30 jaar, waarin dat allemaal gaat veranderen.
Ja, en dat betekent dat die auto's autonoom worden en in heel veel van de technologie die daarvoor nodig is, daar doen jullie dat fundamentele onderzoek naar. Ja. Toch? Wat is op dit moment, noemen ze een voorbeeld van iets waar we jullie de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest, wat we gewoon terug gaan zien, wat je nu al weet? Ja, wat heel belangrijk is, is dat als een autonome auto op de weg rijdt en hij ziet met zijn camera en zijn radar, ziet hij rechts een lantaarnpaal. En daarachter staat een hele dunne student. En die staat heel stil. Dan moet de auto snappen dat die lantaarnpaal een lantaarnpaal is en dat die lantaarnpaal niet de weg kan oversteken. Maar die hele dunne student die erachter staat, die kan wel gaan lopen. Dus die auto moet eigenlijk zo slim zijn dat hij denkt, hey, er staat daar iemand die zou kunnen gaan oversteken. Kan ik uit zijn houding inschatten dat hij gaat oversteken? Dan moet ik vaart minderen. Als daar geen hele dunne student staat, maar alleen maar een lantaarnpaal, dan moet die auto snappen, dat is een lantaarnpaal, die kan niet bewegen. Ik kan gewoon mijn snelheid houden. Dat noemen wij wereldmodelvorming, world modeling. Nou, daar zijn wij best vooraanstaand met ons werk mee. Bijvoorbeeld, wij zijn wereldkampioen met die voetballende robots. Heb je precies hetzelfde probleem. Zijn er serieus competities van? Jazeker, de Robocup. Ja, wij zijn wereldkampioen dit jaar weer geworden. Ja, absoluut. Ja. Dus wereldmodelvorming is een onderwerp waar we heel erg goed in zijn. Want die voetballende robots moeten ook heel snel kunnen snappen wat ze zien. Wat de bal is, wat de tegenstander is, hoe ze bewegen. Bij autonoom rijden gebeurt het ook. Ja, maar leveren jullie die kennis bijvoorbeeld ook aan de grote merken, zoals Tesla? Of, nou, we hebben mensen van ons die bij ons gepromoveerd zijn, die bijvoorbeeld nou bij TNO werken. En vanuit TNO worden er heel veel projecten gedaan voor buitenlandse automotive leveranciers, of OEM's, bedrijven. Een ander leuk voorbeeld om te noemen is dat wij samen met TNO op de Automotive Campus in Helmond werken aan treintje rijden met auto's. Dat is een andere belangrijke ontwikkeling. Dus je kan zeggen, oké, een auto wordt autonoom, in wat voor mate dan ook. Maar het is eigenlijk interessanter om na te denken, als auto's met elkaar kunnen gaan praten, dan kunnen ze treintje gaan rijden. En waarom is dat belangrijk? Stel je even voor dat je een logistiek vervoerder bent, een vrachtwagenvloot hebt. Als jij 2 of 3 vrachtwagens achter elkaar op de snelweg kan laten rijden, die heel vlak achter elkaar aangeplakt zitten, als een treintje, een platoon. En daar heb je dus sensoren voor nodig. Dan hoeft alleen maar de eerste chauffeur wakker te zijn. Nummer 2 en nummer 3 kunnen lekker slapen. Na 8 uur gaat nummer 2 als eerste rijden en kunnen ze doorrijden. Dat is 1. Tweede is dat de luchtweerstand zoveel lager is bij vrachtwagen 2 en 3... dat je gewoon echt heel erg veel diesel kan besparen. Dus dat is voor het milieu ook heel goed. Wij zijn als Nederland voorloper in connected mobility. In echt het aan elkaar verbinden van auto's. Je zei net, het zou wel zo kunnen zijn dat over 20 of 30 jaar dat zover is. Ja. Hè? Dat je zelf geen auto meer mag besturen. Ik hoor aan de andere kant heel vaak verhalen dat je zegt van ja, de legacy is zo groot in die auto-industrie. De auto's die nu gewoon rondrijden, de gemiddelde benzineauto, die gaat gewoon al 20, 30 jaar mee. Nou, de gemiddelde levensduur is 10 jaar. Ja, dan verkopen mensen, maar je ziet, weet je, dan is er weer een andere categorie mensen die rijdt ze weer op tot 20. Die auto's gaan gewoon hartstikke lang mee. Ja. Moet de overheid niet iets doen om dit proces eigenlijk te versnellen? Want dat is toch ongelooflijk belangrijk voor alles en iedereen? Ja, we zijn in Nederland natuurlijk heel actief geweest, gelukkig nog wel, met elektrisch rijden. Ik denk dat we daardoor een voorloperspositie hebben gekregen op het gebied van elektrisch rijden. Ja, maar je zei ook wel, want je hebt zelf een blog waarin je die cijfers allemaal elke maand publiceert. Ja. Dat de afschaffing van de fiscale stimulatie heeft natuurlijk een enorme dip nu voor de plug-in hybrides. Hè? En ik denk dat dat ook niet erg is. Die plug-in hybrides. Maar je zei zelf, het worden nu magere jaren voor het elektrische. Het worden nu 2 magere jaren. Ja. 2016 en 2017 worden 2 magere jaren. Omdat er gewoon nog te weinig keuze is uit modellen. 2018 gaat het los. 2018 komen er heel veel modellen op de markt die betaalbaar, eindelijk betaalbaar zijn en een goede range hebben. En ik vind betaalbaar, zeg maar niveau VW Golf, hè, 30.000 euro... met een range van zeg 300 kilometer. Ja, welke fabrikanten komen er mee? Nou, er komen de Renault Zoe, die komt met een range van 300 kilometer. De Nissan Leaf komt met een range van tenminste 300 kilometer. Volledig elektrisch? Ja, ik praat alleen maar alleen volledig. Alleen maar volledig. Nee, kijk, plug-in hybrides, die zijn gewoon te complex. Ja. Dat was als overgang is dat prima, maar de batterijontwikkeling gaat zo snel, het wordt allemaal volledig elektrisch. Tesla Model S, die komt natuurlijk met zijn Model 3. Of Tesla moet ik zeggen, niet Model S, maar Tesla. De Opel Ampera e. Dat is de opvolger, de Chevrolet Bolt heet die dan in Amerika. Die komt er ook met eentje. Audi heeft aangekondigd, Volkswagen komt met verschillende modellen. Vanaf 2018 gaat het los. Let maar op. Ja.
Oké, dan moeten we daarop wachten. Ik neem nog even een vraag van Twitter van Bert de Boer. Het gaat over het vorige onderwerp, maar toch altijd belangrijk om te nemen. Jazeker. Hij zegt, wat kost nu een medische robot? En duurt het niet nog 5 tot 10 jaar voordat een tipping point in de zorgkosten bereikt wordt, dat dit soort dingen haalbaar zijn? Nou, hij heeft daar een goed punt, want het zijn hele lange processen. Want je moet allemaal keuringsinstanties. Dus het feit dat we nu die oogchirurgie-robot voor het eerst op een mens hebben geprobeerd, wil niet zeggen dat die oogchirurgie-robot te koop is snel. Dat gaat zeker een jaar of 3 overheen, verwachten wij. Dit zijn nu geen machines die het OVG zich kan permitteren. Nog niet. We zitten echt in de opstartfase. Hè? Die begin van die S-curve, zeg maar. Die robots die zijn natuurlijk niet goedkoop. En wat je moet zien uit te vogelen is dat ze ook hun geld waard zijn. Dat dus de behandelingen korter kunnen worden. Dat artsen langer kunnen doorwerken. Dus bijvoorbeeld die artsen waarmee we samenwerken in Maastricht, die zeggen echt van ja, als ik 50 ben, zegt die arts mij, dan moet ik stoppen met werken. En als wij door onze robot hem kunnen laten werken tot 60, 65, 67, dan is dat ongelooflijk veel geld waard. Ja. Dus die robots zoals wij ze maken, wij proberen ze relatief goedkoop te maken, om juist die kosten van die zorgsector beperkt te houden. Ja, nog een andere vraag van Bert. Die zegt ook van dat voorbeeld wat we hadden, hè, van die oogoperatie in Engeland. Ja. Er is nog best veel angst, zegt hij, bij de gemiddelde chirurg, om het werk volledig of gedeeltelijk over te dragen aan robots. Is dat een Nederlands verschijnsel of zie je dat overal? Nou, ik vind dat ook een terechte angst. Ik denk dat artsen opgeleid zijn om zo goed mogelijk hun beroep uit te oefenen. En wat wij proberen aan te raken zijn die chirurg tools te geven, gereedschap, om zijn werk nog beter te kunnen doen. En dat betekent dat je begint met een aantal voorlopers. Dus Mark de Smet, een van de medeoprichters van die Passage BV, daar werken we eigenlijk al 10 jaar mee samen. Hij was eigenlijk de visionair die zei, ik wil straks een robot hebben waarmee ik eigenlijk thuis polyklinische operaties kan doen. Dat was zijn visie. En hij verkoopt eigenlijk onze robot door gewoon op al die conferenties van de oogchirurgen te vertellen hoe geweldig het is. En die arts in Oxford in Engeland, dat is ook iemand die gewoon een visie heeft en vooruit wil. En je ziet dus dat je de voorlopers moet je identificeren. En met hun ontwikkel je zo'n heel traject. Ja, en dan zullen anderen volgen als ze gewoon zien van hé, dat is toch wel heel erg gaaf. Ja, voor wie net inhaakt en denkt waarom switchen ze moeiteloos van de medische wetenschappen met precisierobots naar de auto-industrie met precisie zelfrijdende auto's. We hebben aan tafel professor dokter ingenieur Maarten Steinboeg van de TU Eindhoven. En ik heb me net uit laten leggen dat het gewoon eigenlijk één vakgebied is. Als het maar beweegt. Hè? Als het maar beweegt. Ja. Voordat we afsluiten, want dan gaan we verder met de volgende professor. Want we hebben een professorenuitzending. Niet vergeten te vermelden dat je wint, 24 november wordt je uitgegeven, maar je hebt de Simon Stevin prijs gewonnen. Ik heb me laten vertellen dat een van de meest prestigieuze wetenschappelijke prijs in Nederland. Voor de technische wetenschappen van STW. Ik ben daar ontzettend blij mee. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, dat is erg leuk. Voor welk specifiek onderdeel? Eigenlijk voordat ik met mijn groep eigenlijk heel goed in staat ben om fundamentele wetenschap te koppelen aan echte industriële toepassingen en maatschappelijk relevante toepassingen. Dus dat medische automotive is duidelijk. Wij doen natuurlijk met onze groep ook heel veel voor de high-tech industrie. Met name, ik noemde er straks al een aantal voorbeelden bij ons in de regio. Wij lopen voorop in de wereld met die high-tech megatronica. En ik met mijn groep draag ik daar ook mede aan bij. Maar ook doordat ik in staat ben met mijn mensen om geld van STW, om tweede geldstroom. STW? STW, de Stichting Technische Wetenschappen. Oh, ja. Dus dat is eigenlijk die geven subsidie aan die onderzoeksvoorstellen die ze van voldoende niveau vinden. En die koppeling tussen de fundamentele kant en de toepassingskant, dat is eigenlijk vanaf het begin dat ik met mijn groep aan het werken ben, een heel belangrijk onderwerp. En dat hebben ze op deze manier weten te waarderen. En dat is voor mij erg leuk. De prijs die ik krijg. Het is toch een eer om die prijs? Ja, absoluut. Het is een eer. En wie zijn je voorgangers? Je krijgt bovendien een heleboel hoogleraren uit Nederland. Ja. De prijs houdt in dat ik €500.000 krijg om zelf weer te beslissen welk volgende stuk onderzoek ik wil gaan doen met mijn groep. En dat is natuurlijk ontzettend. Heb je er al een idee van? Ja, ik wil eigenlijk die dingen die we voor ASML doen en voor Philips en voor OC en voor de automotive industrie, voor TNO, daar kan je wel geld voor krijgen. Maar die medische lijn is heel erg moeilijk om daar funding voor te krijgen, omdat je aan iets heel nieuws bezig bent qua toepassing. Dus ik wil eigenlijk vanuit die €500.000 de volgende promovendus gaan betalen, die weer een nieuwe robot gaat ontwikkelen. Ja,
Fascinerend. We komen graag weer eens een keer naar Eindhoven om ons bij te laten praten. We hebben het welkom. Vorig jaar gedaan op locatie. Ja. Je ziet toch dat in Eindhoven, met name als het gaat over innovaties op het gebied van echte technologie, dingen die je vast kunt houden, in tegenstelling tot de software innovaties die vaak elders in het land gedaan worden. En het komt wel blijft Eindhoven elkaar, toch een bijzondere rol spelen. Zeker. Ja, helemaal mee eens. Oké, hartelijk dank voor je komst. Dank je. Nou sluit Erwin Blom ook altijd de uitzending af, maar dat ga ik nu dus doen. En ik ben helemaal niet gewend aan even kijken wie zijn onze sponsoren ook weer. Oh ja, daar zijn ze. Bier en Co. voor de drankjes. Streamzilla maakt mogelijk dat wij live bij jullie in de huiskamer te zien zijn en dat je dat allemaal kunt kijken. 2ML verzorgt de hosting van de site fastmovingtargets.nl waar je nu deze uitzending op zit te kijken. En wij zijn natuurlijk hier te gast bij Freedom Lab en die mogen wij daarmee in het rijtje van onze sponsoren toevoegen. Hartelijk dank voor het kijken. Als je live kijkt, blijf kijken. We gaan zo verder met de volgende professor. Als je on demand kijkt, kijk al onze uitzendingen terug in ons enorme archief. Dag!